Bilan Derpion van die start 1, 2, 3 lengte achter de rest. En Heparin Bell schuift ook al in. En zo kan Invincible Bullets in de mooie stijl naar de koppositie gaan. Namur Doki kiest nog even voor het tweede spoor. En Comil Faux die moest dat dan maar gezien hebben. En Comil Faux nestelt zich dan maar in het spoor van Namur Doki. Aan de buitenzijde Figaro Dury. Aan de reling Cusco du Hanois te schuiven richting de koppositie. En Comil Faux had even wat problemen bij die bocht qua snelheid. En die wordt dan gewoon even verstandig teruggenomen in de ruk van Figaro Dury. De koploper is Namur Doki. Maak Moes die heeft wat hij wil. Namelijk de leiderspositie. Figaro Dury aan de buitenzijde zou misschien mogen overnemen. Ze gaan een tussensprintje uitvoeren. En in derde stelling volgt een Invincible Bullet. Die kan al wel eens van heel dichtbij volgen. Zonder nu al in het rood te moeten gaan. En Figaro Dury die heeft begrepen dat hij niet over Namur Doki mag gaan. Namur Doki die wil echt de kop en kort positie in eigen handen houden. Halverwege de linkerbocht leidt Namur Doki met anderhalve lengte voorsprong op Figaro Dury. Invincible Bullets die ligt derde. Comil Faux en Cusco de Ganois die liggen vierde en vijfde. De witte bles van Bel Espoir op de zesde plek. Aan de buitenzijde van Heparin Bell. Dat zijn de eerste zeven paarden. Wanneer we dan Aladdin Bleu en Bilan Derpion wat verderop kunnen opmerken. IKRT houdt het rustig wanneer we richting de tribune komen. En dat doen we nog altijd onder het leiderschap van Namur Doki. Namur Doki met twee lengte voorsprong op in tweede positie Figaro Dury. Derde volgt dan Comil Faux aan de buitenzijde van Invincible Bullet. Bel Espoir dan aan de buitenkant van Cusco du Hanois. En Figaro Dury die springt weg. Daardoor krijgen we een extra gaatje. Maar Invincible Bullets die neemt zich meteen zijn verantwoordelijkheid om dat gaatje dicht te rijden. Dichter bij Namur Doki. Namur Doki, Invincible Bullets, Cusco du Hanois. Dat is ons leiderstrio met Comil Faux op de vierde plek. Heparin Bell die ligt vijfde. Bel Espoir zesde. IKRT die volgt dan met Aladdin Bleu en Bilan Derpion in de staat van het veld met die teruggevallen Figaro Dury in de buurt. 600 meter van huis. Namur Doki met Invincible Bullets in het kielzog. Voor Frank van den Berg lijkt alles perfect te gaan verlopen. Nu gaat hij ten aanval in het tweede spoor om de aanval van IKRT vlug af te zijn. IKRT is ondertussen makkelijk opgerukt naar de vierde plek. Cusco du Ganois die ligt er nog tussen derde. Comil Faux aan de buitenkant van Heparin Bell. Bel Espoir aan de buitenkant moet nu versnellen. En we kopen de laatste rechte lijn in. Invincible Bullets aan de buitenkant van Namur Doki. IKRT nog altijd in het spoor van Frank van den Berg. IKRT wordt naar de derde spoor gebracht. Richting de 150 meter situatie. Invincible Bullets die heeft de scalp van Namur Doki te pakken. Invincible Bullets op weg naar winst. IKRT die kan nog de tweede plek eventueel overnemen. Invincible Bullets die wint het. De tweede plek lijkt me toch in handen nog te blijven van Namur Doki. Voor IKRT vierde Bel Espoir. En vijfde Cusco du Hanois.